De eerste kerstmis. Wat denkt u? Hebben de apostelen de verjaardag van Jezus gevierd? Het antwoord is natuurlijk nee. Joden vierden geen verjaardagen in die tijd. En Romeinen en Grieken vierden alleen maar de verjaardagen van koningen en keizers. Maar stel je nou eens voor dat ze dat wel hadden gedaan. Hoe zou dat dan eruit gezien hebben? Ik stel mij zo voor dat Petrus het initiatief genomen heeft. Die was altijd Haantje de voorste. En ik denk dat ze allemaal gekomen zijn. Alle apostelen en alle discipelen van wie we de naam kennen uit het Nieuwe Testament. Misschien zijn ze wel naar het huis gegaan van de schoonmoeders van Petrus in Capernaum. En zo kwamen ze binnen, één voor één. Maria, de zuster van Lazarus, stond aan de deur om ze op te wachten. Kijk, daar heb je Petrus zelf al. En Johannes en Zebedeus, Judas, nee, niet die Judas, die andere. En Jacobus natuurlijk, de broer van Jezus zelf. Terwijl Martha in de keuken het eten voorbereidde, dit keer samen met haar zuster Maria, gingen alle gasten in de grote huiskamer op de begane grond lekker op de kussens liggen. Het was een heel groot gezelschap. Niet alleen de discipelen waren daar bijeen, maar iedereen die Jezus tijdens zijn leven had gekend. Waar zouden ze over gepraat hebben, bij een hapje en een drankje? Ze gaven natuurlijk eerst de complimenten aan de gastvrouw. Wat heb jij een mooi versierde boom staan in de hoek van de kamer. Wat leuk al die witte en rode ballen en die slingers en het engelenhaar. Of zouden ze dat nog niet gekend hebben? Of zouden ze dat niet eens gepast gevonden hebben? We zullen maar zeggen dat we dat niet weten. Meteen na de begroeting hebben ze elkaar verteld wat ze allemaal meegemaakt hadden en dat is heel wat geweest. Petrus en Paulus gingen samen in een hoekje zitten om even ernstig te overleggen over wat ze in Rome hadden aangetroffen en meegemaakt. En Johannes zal wel verteld hebben aan een paar jongeren hoe Jezus eruit gezien heeft en dat hij altijd vlak bij hem bleef. Toen zei Petrus, broeders en zusters, voordat de maaltijd wordt opgediend, hebben we nog wel even tijd. Zullen we elkaar om de beurt het mooiste vertellen dat wij met Jezus hebben meegemaakt? Dat lijkt mij ook nuttig voor de jongeren hier die Jezus zelf nog nooit hebben gezien. En dan wees hij naar Stefanus en Filippus die als laatsten waren binnengekomen. Goed idee, zeiden ze allemaal. Vertel jij dan maar het mooie verhaal van het hanengekraai, Petrus, riep iemand lachend. Er viel even een bedremmende stilte. Dat was niet aardig. Maar het leek Petrus niet te kunnen schelen. Beste vriend, zei hij, dat met dat hanengekraai was inderdaad het mooiste. Dat Jezus mij dat heeft vergeven, dat is het mooiste wat er is. Misschien begrijp je dat pas als je de andere verhalen gehoord hebt. Kom op. Wie wil als eerste beginnen? En hij keek de kring rond. Simon van Cyrene uit Noord-Afrika nam als eerste het woord. Zal ik dan maar beginnen? Ik denk dat ik hier de jongste ben, tenminste van alle mensen die Jezus nog hebben meegemaakt. Voor mij was het mooiste moment dat ik het kruis van Jezus mocht dragen. De dwarsbalk tenminste, die horizontaal aan een paal wordt geslagen. Ik stond te kijken naar het oproer op straat, toen een Romeinse soldaat mij uit de menigte haalde en mij dwong om de kruisbalk te dragen. Toen ik hem oppakte, keek ik even in de ogen van de man die daar bloedend op straat lag. En ik weet nog dat mij de tranen in de ogen sprongen toen hij mijn naam kende en tegen mij zei, Simon, voor wat je vandaag zult doen, zal jouw naam in eeuwigheid niet meer vergeten worden. Marcus kon zich even niet inhouden. Dat had je me moeten vertellen. Dan had ik dat ook in mijn evangelie opgeschreven. Nee, zei Simon, dat was niet nodig. Jij hebt mijn naam al opgeschreven.
Dat is genoeg. Hij pauzeerde even. Wat zou het toch mooi geweest zijn als Jezus hierbij kon zijn? Er ging een zucht door het gezelschap. Dankjewel, Simon. Volgende, zei Petrus. Toen nam Paulus het woord. Ik denk dat ik dan maar de volgende moet zijn, want ik heb Jezus tijdens zijn leven eigenlijk helemaal niet gekend. Ik was wel in Jeruzalem toen hij stierf, maar ik heb alles alleen maar uit de verte kunnen zien. En over wat er daarna gebeurd is, wil ik op deze feestelijke dag helemaal niet praten. Alleen dit. Jullie weten dat Jezus mij in een visioen is verschenen, toen ik onderweg was naar Damascus. Wat jullie misschien nog niet weten, is dat het nog een keer gebeurd is. Ik heb dat toen maar een beetje anders verteld, omdat ik bang was dat ik niet geloofd zou worden. Maar op een van mijn reizen was ik in Troas. En toen kreeg ik in de nacht een visioen. Dat heb ik ook aan Lucas verteld. En in dat visioen was er een man die mij vroeg om de mensen in Macedonië te gaan helpen. Ik heb het nooit verteld, maar die man was Jezus zelf. Hij stond in levende lijve voor me, helemaal gekleed als een Griek en hij sprak vloeiend Grieks tegen mij. Help ons hier in Macedonië, want wij vergaan en hebben de redding van het evangelie nodig. Hij noemde zijn naam niet, maar ik wist wie hij was. Prachtig toch, dat Jezus zichzelf ook één voelde met de mensen in Griekenland. Nu keek Lucas even op. Nou, dat is ook wat. Waarom heb je mij dat nooit verteld? Paulus zei, het leek mij alleen verwarrend te zijn. En het was voldoende dat je wist dat een man mij dat had gevraagd in het visioen. Ik wilde de aandacht niet afleiden van de boodschap in dit geval. Hij wachtte even. Wat zou het toch mooi geweest zijn als Jezus hier erbij had kunnen zijn. Lucas keek even boos en begon wat te zeggen. Vermoedelijk omdat hij zich in zijn eer als historicus aangetast voelde. Hij had zich voorgenomen alles van iedereen te noteren voor zijn evangelie. En nu bleek het toch niet volledig te zijn. Petrus zag dat ook en riep snel, dankjewel Paulus, volgende. Het was even stil en toen nam een van de jongeren het woord. Jullie kennen mij waarschijnlijk niet, zei hij, maar mijn naam is Theophilus. Ik ken jou echt wel, zei Lucas, nog een beetje ontstemd. Ja, natuurlijk, zei Theophilus, maar de anderen niet. Mijn verhaal gaat wel heel anders dan dat van jullie. Ik was een jonge soldaat in Jeruzalem toen Jezus gekruisigd werd. Dat heb ik me pas veel later herinnerd, dus dat kon ik ook niet aan Lucas vertellen, zei hij snel, voordat Lucas weer een opmerking kon maken. Het was zo bijzonder. Ik heb in Jeruzalem gehoord van een opstandeling en van opstootjes in de straten, maar ik had geen dienst in Jeruzalem zelf. Ik had vrij. Van verre heb ik het allemaal wel gezien, maar ik was te bang om dichterbij te komen. Ik heb nog wel meegemaakt dat er een aardbeving kwam, meerdere zelfs. En ik heb de opschudding gezien op straat, toen mensen uit de graven kwamen en zich vertoonden, soms aan zeer verschrikte familieleden. Wat was Jeruzalem toen in oproer? Maar ik begreep er eigenlijk helemaal niets van. Toen ik weer terug was in Rome, heb ik aan mijn vader gevraagd of hij niet iemand een commissie kon verlenen om een verslag te schrijven van al deze gebeurtenissen. En de rest weten jullie, want Lucas was toen net bezig om zijn evangelie samen te stellen en mijn vader is toen sponsor geworden, zodat het boek ook heel snel overal in de wereld verspreid werd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik door het lezen van dat evangelie ineens begreep waar het allemaal om ging. Ik heb echt door het lezen van het evangelie van Lucas Jezus leren kennen. En dat zal natuurlijk waar zijn voor heel veel mensen die er niet bij zijn geweest. Ook voor mijn kinderen of voor mijn kleinkinderen. Dat wilde ik even zeggen. Dat de Heilige Geest jullie boeken gebruikt om mensen bij Jezus te brengen. Ach, wat zou het toch mooi geweest zijn als Jezus hierbij had kunnen zijn. Dan had ik hem echt
een keer kunnen ontmoeten. Hierna namen nog vele anderen het woord. Zacchaeus vertelde over zijn maaltijd met Jezus. En Bartimeus vertelde hoe hij weerziende werd. En het ene verhaal was nog mooier dan het andere. Allemaal hadden ze iets bijzonders meegemaakt. Lucas stond te glunderen dat hij het allemaal zo precies en mooi in zijn evangelie had kunnen opschrijven. Toen nam Johannes het woord. Ik herinner mij ook dat Jezus gezegd heeft dat we later hele nauwkeurige herinneringen zouden krijgen. Als de Heilige Geest zou komen, weet je nog, dan zou die ons alles in herinnering brengen. Lucas heeft het prachtig gedaan, door alle ooggetuigen nog eens te spreken en zo precies vast te stellen wat er gebeurd is. Daar dank ik God voor. Misschien dat ik later nog eens een evangelie ga schrijven, wanneer ik wat ouder ben geworden. Maar nu, die mooiste herinnering. Voor mij is dat toch dat ene moment dat ik naast Jezus stond. Jullie ook trouwens. Hij keek even naar Petrus en Jacobus. En Jezus begon te bidden. Weten jullie dat nog? Dat gebed in de hof van Gethsemane. Dat we daar zomaar bij mochten zijn. En dat we hem hoorden bidden voor onze eensgezindheid en voor de bescherming door de Vader. Prachtig was dat. Die woorden zijn nog in mijn ziel gegrift. Misschien moet ik dat ooit nog eens opschrijven. Woord voor woord zal ik het mij herinneren. Maar wat kon onze Heer prachtig bidden. Weten jullie nog dat hij toen gebeden heeft dat hij wilde dat onze vreugde volmaakt zou zijn? Ja, zei Petrus. Moet je nagaan, dat was op de dag voor zijn kruisiging. En hij stond daar te bidden voor onze vreugde. Natuurlijk kan ik me dat nog herinneren. Niet zo precies als jij misschien, maar toch. Fijn, dank je wel. Weet je, Johannes, dat evangelie moet jij maar gauw gaan schrijven. Het is nu al 60 jaar geleden dat Jezus geboren werd. Wie weet hebben wij niet zo lang meer. Ja, zei Johannes. Maar wat was het mooi geweest, als Jezus hierbij had kunnen zijn, om ons nog eens alles te vertellen, wat we misschien wel weer vergeten hebben. Toen nam opnieuw iemand het woord. Dan moet ik mijn verhaal er ook maar aan toevoegen. Mijn naam is Theodorus, zei hij. Jullie hebben vermoedelijk nog nooit van mij gehoord, maar ik sta wel in het evangelie van Marcus. O ja, zei Marcus, waar dan? Hoofdstukken vers kan ik je niet noemen, zei Theodorus, want dat is nog niet uitgevonden. Maar iets over de helft van de boekrol heb je me vermeld. Je wist mijn naam vermoedelijk niet en daarom schrijf je dat er iemand op Jezus afkwam. Ik heb hem toen die vraag gesteld. Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen? Ben jij dat? Ben jij dat? Er klonken opgewonden stemmen in het gezelschap. Ben jij dat? Zei ook Marcus verrast. Ik dacht dat we jou nooit meer terug zouden zien. Ik ben toen ook weggegaan. Jezus zei tegen mij dat ik alles moest verkopen wat ik had en dat geld aan de armen moest geven. Ik heb dat toen niet gedurfd. Heel teleurgesteld ben ik bij Jezus weggegaan. Maar 2 jaar later kwam ik in contact met de broer van Jezus, onze Jacobus hier. En ik vertelde hem het verhaal over mijn ontmoeting met Jezus. En het enige dat Jacobus zei was, het is nog niet te laat. Toen heb ik mij later aangesloten bij de gemeente in Jeruzalem. En al mijn goederen en geld met de gemeente gedeeld. Zo is het toch nog goed gekomen met mij. Omdat God mij genadig is geweest en mij een tweede kans heeft gegeven. Wat zou ik ervoor geven om Jezus nog een keer te zien? Maar hij weet dat ik hem dankbaar ben. Petrus keek de kring nog even rond. Is er nog iemand die wat vertellen wil? Goed, zei hij toen het stil bleef. Dan zal ik jullie maar vertellen wat mijn mooiste moment is geweest. Hij keek even naar Marcus en zei, het spijt me Marcus, maar dat heb ik je ook niet verteld toen je bij mij was in Rome. Hij begon te vertellen. Toen ik nog een jonge man was, ben ik eens van huis weggegaan. Ik was onrustig en wilde niet mijn hele leven visser blijven zoals mijn vader. Ik ging naar het zuiden,
Ik had een klein bootje meegenomen en volgde de oever van het meer van Genezaret tot ik aankwam in de woestijn waar Johannes de Doper aan het prediken was. En veel verder dan dat kwam ik ook niet. Daar heb ik gefascineerd vanuit de verte naar de prediking van Johannes geluisterd. Op een van die dagen, toen ik zat te kijken naar de menigte die aan de oever stond, zag ik een man de rivier instappen om door Johannes te worden gedoopt. Meestal zaten de mensen daar luid te praten en te zingen terwijl dat gebeurde. Uit de verte zag het er altijd uit als een ordeloos zootje. Maar deze keer vielen alle mensen stil. Zelfs de fariseeën, die meestal op een afstand stonden te mopperen. En de soldaten die Herodes had gestuurd om de orde een beetje te bewaren. Die waren meestal bezig om op een afstand wat spottende liedjes te zingen. Nu waren ze allemaal stil en ze keken naar die ene man in zijn witte kleren. Het was ook wel een vreemd gezicht. Die man was gekleed als een fariseer uit Galilea en dat verwachtte je hier helemaal niet. Je weet wel, van die eenvoudige kleding, maar altijd helemaal wit en met de gebedsriemen duidelijk zichtbaar aan de vier hoeken van het bovenkleed. Niet zoals die in het zwart geklede Jeruzalemmers. Ze zagen er altijd uit alsof ze zo op de grote verzoendag de synagoge in wilden stappen. Maar terug naar mijn verhaal. Ik zag dat Johannes even met die man stond te praten. Het was allemaal niet zo goed te zien, omdat het een van die grauwe dagen was, vol donkere wolken. Een bedrukkende sfeer was er. Het leek net alsof er regen in de lucht hing. Ik zag dat Johannes met zijn beide handen water uit de rivier schepte en over het hoofd van de man heen goot. En wat toen gebeurde, zal ik nooit meer vergeten. Een deel daarvan weten jullie al, want Marcus heeft dat netjes en kort beschreven. De grauwe wolken dreven uit elkaar. Een straal zonlicht viel precies op de plaats waar Johannes en die man in het water stonden. Zo intens zonlicht, dat ik mijn ogen even dichtkneep vanwege de schittering op het water. En toen zagen we allemaal ademloos een duif naar beneden komen, een schitterend witte duif. En die ging zitten op de linkerschouder van de man in het water. Die had witte kleding aan en de duif was wit, dus het leek net alsof ze versmolten met elkaar. Marcus heeft dat prachtig uitgelegd, dat dat natuurlijk de Heilige Geest was. En toen hoorden we nog een soort donder, die ik niet kon verstaan, maar ik weet wel dat het klonk als een stem, alsof er iets gezegd werd. En toen was het ineens voorbij. De man legde even zijn linkerhand op de rechterschouder van Johannes, keek hem aan en stapte in het water uit. En het toeval wil, of misschien was het geen toeval, dat hij zomaar mijn richting opliep, naar de plaats waar ik zat. Ik stond snel op. Ik wilde niet oneerbiedig zijn. En ik voelde dat het hier om een bijzondere man ging. Toen hij langskwam, keek hij mij aan. Ik zal nooit de blik in zijn ogen vergeten. Jullie trouwens ook niet. Wat een warmte in die ogen. Maar ook, wat een onverzettelijkheid. Je wist meteen dat deze man deed wat hij moest doen en wist wat hij wilde doen. Maar tegelijkertijd was er zoveel medeleven en aandacht in zijn ogen, dat je er stil van werd. Ik ben nog nooit zo intens door iemand aangekeken. En toen sprak hij ook tegen mij, met die stem. En dat weten jullie ook, hoe bijzonder zijn stem was. Fluisterend bijna, maar altijd goed verstaanbaar. En als een warm suizen in je oren klonk het nog na. Je vergat eigenlijk nooit meer wat hij gezegd had. En met die stem zei hij, ga terug naar huis en over een week zal ik bij je komen en jou het koninkrijk van God binnenleiden. Binnenleiden. Ik weet precies dat hij dat woord gebruikte. En zo is het ook gebeurd. Een week daarna was ik weer thuis en aan het vissen en kwam hij bij mij, bij ons langs. Ook mijn broer. Dat heb ik jou allemaal al verteld, Marcus, en dat heb je prachtig opgeschreven. Maar zo had ik hem al een keer gezien, voordat hij mij werkelijk tot zijn discipel heeft gemaakt. Ach, wat zou het mooi zijn als ik hem nog één keer zou kunnen zien, zijn stem nog één keer zou kunnen horen. Als hij nou eens in ons midden zou kunnen zijn vandaag. Ja, dan zou het pas werkelijk feest zijn. Maar hij is er toch, klonk een stem van de andere kant van de kamer.
Iedereen keek verbaasd in de richting van een kleine donkere man die achter de grote gestalte van Jacobus bijna weggestopt leek te zijn. Hij stond op. Jij bent Levi, zei Petrus. Ik noem mijzelf tegenwoordig Matthäus, zei de man met een glimlach. Ja, ja. Jullie kunnen je mij ongetwijfeld herinneren als de ambtenaar van de belastingen die jullie families het leven zuur heeft gemaakt. Maar jullie weten ook dat Jezus mij geroepen heeft. Dat heeft Marcus ook prachtig beschreven. Maar kunnen jullie je nog herinneren wat hij gezegd heeft over zijn aanwezigheid? Ik ben daar een paar dagen al mee bezig geweest. Ik ben nu bezig een evangelie te schrijven in onze gemeente te Antiochië. En ik maak dankbaar gebruik van wat mijn broeders Marcus en Lucas al hebben opgetekend. Maar ik kan mij denk ik iets herinneren wat zij niet hebben vermeld. Wat is dat dan, zei Lucas, die opnieuw een beetje boos keek. Je kunt toch geen evangelie schrijven als de mensen je niet alles vertellen, dacht hij. Misschien heb je niet gedacht dat het heel belangrijk was, zei Matthäus. Of misschien hebben mensen het gewoon vergeten, maar ik zal jullie voorlezen wat ik daarover heb opgeschreven. Dan moeten jullie maar eens kijken of je je dat toch kunt herinneren. Weet je nog, die ene dag dat Jezus met ons gesproken heeft over het bidden en over het vergeven? En toen heeft hij gezegd, en luister ook goed naar deze woorden. Stel dat twee van jullie samen bidden om iets hier op aarde. Dan zal mijn hemelse Vader zorgen dat het gebeurt, wat het ook is. Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook. Zijn wij hier niet als gelovigen bij elkaar? Als wij nu samen bidden, als wij nu samen aan Jezus denken, dan is Hij er ook. Dan is Hij in ons midden. Dat is zijn belofte. En hij houdt altijd zijn belofte. Ja, zei Petrus, nu weet ik het weer. En ook Johannes en Jacobus knikten instemmend. Zo moet je het ook maar opschrijven, Matthäus, zei Marcus, want dit is heel belangrijk voor ons. Toen nam Jacobus het woord. Broeders, laat iemand even Martha en Maria uit de keuken halen. Ik denk dat het tijd wordt om samen te bidden. En toen Martha en Maria waren binnengekomen, begon Jacobus te bidden. Heer Jezus, bad hij, we zijn vandaag bij elkaar gekomen om te vieren dat u door de Vader in deze wereld gezonden bent. Ik dank u dat u mijn broer was, dat ik van dichtbij u mocht kennen. Ik dank u dat u mijn hart hebt geopend, zodat ik mocht begrijpen dat u ook mijn Heer en Verlosser bent. Wij danken u samen dat wij u mogen kennen en dat u ons leven in uw handen hebt genomen. Wilt u ons helpen om eensgezind te zijn met elkaar en de goede boodschap van uw komst met anderen te delen? Wij willen u eren, Heer Jezus, om alles wat u gedaan hebt voor ons en voor uw grote liefde voor ons. Dank u dat wij samen deze maaltijd mogen delen en dat wij mogen weten dat u erbij bent als wij aan u denken of tot u bidden. Amen. Amen, zeiden ze allemaal. En toen zongen ze zomaar nog een lied, dat toevallig ook bij Johannes de Heer staat, lied 525. In stille nacht in Bethlehem daalde voor ons ter neer het grootste geschenk voor heel de aard. Een kindje, klein en teer. O heerlijkheid en pracht van God, Gij een redder van ons lot, verwierf voor ons de zegepraal, brengt ons weer terug bij God. Daal nu, o heilig Christuskind, in onze harten neer, vervul ons met uw stralend licht, tot ge eenmaal wederkeert. En toen ze klaar waren met zingen, riep Martha, het eten is ook net klaar. Laten we aan tafel gaan, zei Petrus. Zou het zo gegaan zijn, die eerste viering van kerst? Waarschijnlijk niet. Pas honderden jaren later zijn christenen de kerstmis gaan vieren. En dat had heel veel te maken met het feest van de zon en de zonnegod in het Romeinse Rijk. En zeker 60 jaar na de geboorte van Jezus Christus hebben ze geen verjaardagen gevierd. De kerk heeft het later uitgevonden toen ze het al zo moeilijk had om zuiver
bij het evangelie te blijven, toen de eenvoud die Jezus en de discipelen kenmerkte al verdwenen was. In een tijd toen er al ketters waren en conflicten en mensen al definitief de macht hadden gegrepen in de kerk en de Heilige Geest niet meer regeerde. Maar toch, ook nu nog, als je door alle slingers en ballen, kerstverhalen, kerstliedjes, kerstmannetjes, kerstversieringen heen durft te kijken, als je durft te kijken naar wat we eigenlijk vieren, dan is het precies dit, dat Jezus in ons midden gekomen is. En dat Jezus in ons midden is, met heel zijn wonderbare menselijke leven, van zijn geboorte en zijn prediking en zijn genezingen en zijn barmhartigheid voor melaatsen en voor zieken, tot aan zijn dood. Van zijn opstanding en hemelvaart, die wondere gebeurtenissen die we uit de Bijbel kennen, tot de momenten dat we hem ervaren in ons midden in de gemeente, en uiteindelijk tot de dag dat hij zal terugkeren, met heel zijn liefde en heel zijn barmhartigheid. En daarom zeggen wij, hij is in ons midden. Kijk, dat krijg je als je aan een predikant vraagt om een verhaal te vertellen. Dan moet het wel zo zijn dat hij toch gaat prediken. En dat hij daarom eindigt met de woorden, hem, deze Jezus, van wie wij straks de geboorte vieren. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.